Met het rijden van pakketjes rondbrengen proberen we onze vrijwilligers te waarderen voor hun inzet. Tijdens COVID, maar ook sommige vrijwilligers die kunnen niet komen. Maar we willen daarmee in verbinding blijven met hun. Hallo Annette. Hallo. Hallo. Pak je maar goed. Nou. We hebben geen etentje dit jaar, maar we hebben daarom bedacht om je persoonlijk aan de deur gewoon even een verwendpakketje te brengen. Dat is veel leuker volgens mij. Dank je wel. Wat ik zo mooi vind om vrijwilliger te zijn is, ja, het contact met mensen. Ik hou van mensen. En het maakt me blij. Dag Bernard. Goedemiddag. Hey Bernard. We kunnen dit jaar geen feestje houden. Nee. Maar goed, we willen toch een blijk van waardering geven voor je vrijwilligerswerk. Ja. En daarom kom ik je persoonlijk een verwendpakketje geven. Nou, geweldig, heel leuk. Dus om zo een stukje ook in verbinding met jou te staan. Heel en leuk. En met alle heel andere vrijwilligers. Ja, het geeft zoveel vreugde in je leven. En ik krijg zoveel dankbaarheid terug van de mensen. Het is een feestje. Goedemiddag. Goedemiddag Rennie. Hallo. Hallo. Ik heb een bus vol waardering bij me voor je. Zie je dat? Ja, mooi bus. Ik heb wel een verwendpakketje. Oh, wat heerlijk. En dan kom ik helemaal persoonlijk naar je. Nou, hartstikke. Om mijn waardering uit te spreken voor de tijd vrijwilligerswerk. Nou, ik vind het heel lief. Dank je wel.